Deze beschouwing die is weer lekker voor het slapen gaan. Een van mijn uh, trouwe kijkeraars, uh, TK Media Official, die zei ook van misschien moet jij uh, slaaptherapie uh, cursussen uh, gaan beginnen. <laughs> ik vind het best hoor. Ik, ik vind het beste als je in slaap valt tijdens dat uh, gekletst van mij. Ik, ik neem er een kopje thee bij. Als ik jou was, zou ik het ook noemen. Er komen geen hemelschokkende dingen. Ik ga niet vertellen dat de aarde plat is of dat soort dingen. Yo, de aarde is plat. Oh, straks val ik eraf. Wel, nee. En dat God de hele boel geschapen heeft, dat is alweer zo lang geleden. Dat is oud nieuws. Dus dat doen we ook niet hè? Het is uh, een zaterdagochtend. Ik heb uh, vrij. Ik heb iets van twee jaar lang heb ik ongelooflijk veel gezopen. En had ik elke dag vrij. In het weekend had ik echt vrij. En door de week uh, was ik aan het spijbelen. <laughs> Jeetje, wat een leuke tijd was dat, ze. Een suipen jongen, zo <laughs> de knetter. Maar goed, daar ben ik mee opgehouden begin dit jaar. Ik zei tegen mezelf. Uh, even goed luisteren zelf. En ik te, uh, hoor mezelf zo tegen mezelf zeggen. Ik zeg: Wat is er aan de hand zelf? Nou, zei ik tegen mezelf. Uh, dit is afgelopen met een gesuip. Ik zeg: Oh. Ik zeg, nou, als jij het zegt. Nou, sinds die tijd heb ik dus een baantje. En dan ben ik uh, zuiveraar. Cleaner. Ken jij die film uh, van Tenton Tarantino? Je ook weer? Pulp fiction. En dan speelt hij, die, die gave acteur, die speelt de Cleaner. Flippend, dan ben ik de naam ben ik even kwijt. Anyway, uh, die, uh, die disco-fans en die Samuel Jackson... Uh, die schieten iemand per ongeluk dood. En dan komt hij komt langs om de boel op te ruimen. Nou, zo iemand ben ik dus, de Cleaner. Alleen dan niet zo heldhaftig. Dus. Niet voor... Uh, Samuel Jackson en uh, die discoman. Maar voor gewone mensen. Met een beperking dan. Ja. Mm. Maar ik heb ook een beperking, dus... Ja, het is de lammer die de blinden helpt. Ja, is leuk. En dus tegenwoordig moet ik van maandag tot en met vrijdag... Zo'n beetje elke dag. Niet fulltime, niet fulltime. Dat zou mijn oude, rammelende bottenlichaam niet meer trekken. Maar elke dag moet ik werken. En vandaag niet. En morgen ook niet. Mooi zo. Het is dus 9 uur 's en ik ga zo dadelijk lekker naar de markt. Ik ga het hebben over racisme. Het wisten jullie al, want het staat in de titel. Ja, er was iemand. En die vroeg zich af. Of ik soms racist was. Het is hot, hè, tegenwoordig. Om Jan en Alleman uit te maken voor racist. ben je soms racist of zo? En het is eigenlijk moeilijk. Is een moeilijk te beantwoorden vraag. Want als je aan mij vraagt. Uh, zijn voor jou alle mensen één pot nat? Dan zeg ik nee. Er zijn mensen die komen mijn woning niet binnen. Nou, dan heb je het verbruikt hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Dus er zijn mensen die komen mijn woning niet binnen. Echt no way. Ik ken iemand en die heb ik nog één kans gegeven. En die kwam dus mijn woning binnen. En die begon zich zo te misdragen. Toen heb ik tegen die persoon gezegd: van, Ik wil dat je nu weggaat. Ik wil dat je de deur uitgaat. Ja, heel duidelijk. Hè? En die bleef bla. Ik zei: Nou, dit is de vijftiende keer dat ik het tegen je zeg. Dat was niet helemaal waar. Maar ik bleef. Het was het enige wat ik nog tegen haar zei. Dat was een vrouw, by the way. Het enige woord wat uit mijn mond kwam was. Ik wil dat je weggaat. Dat is mijn wil en dit is mijn huis. Ik wil dat je mijn huis uitgaat. Nou, dat moet je vaak genoeg zeggen. En toen zei die persoon uiteindelijk: oké, okay, ik ga weg. Ik denk, mooi zo. En jij komt er niet meer in. Dus mensen zijn niet voor mij een potnat. Zijn mensen die, die vind ik absoluut onuitstaanbaar in hun gedrag. Mensen zijn verschillend. En in dit geval ging het om een, een vrouw. Van ja, Europees Amerikaanse afkomst. De moeder is Europees en de vader is Amerikaans. Maar blank. Dus uh, ja. Dat heet dan European American. Dat is gewoon een Europese vrouw. En ik heb met haar te doen. En ik vind het allemaal zielig. En ze is het kind kwijtgeraakt. En... Anyway, lang verhaal. Veel verdriet. Haar kind, by the way, staat onder deze uitzending. Dat zijn een aantal linkjes. En dat aller, allerlaatste linkje moet je toch even luisteren. So. Misschien doe je nou even pauze op deze. En dan luister je even naar die. Mick. M-I-C. Kind van de duivel. Die moet je even luisteren. Dat is haar kind. Het kind is nu bij een pleeggezin. En ik mag er geen contact mee. Hahahaha. Ha, 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 ha. Niet van die moeder niet hoor, maar uh, van jeugdzorg niet. Mag niet eens even langs om een uh, handje te geven en uh, te vragen: hé hey, Mik, hoe gaat het eigenlijk met jou? Kan je een cadeautje meenemen of zo? Mag hij mij Oom Perry noemen of zo? Of Perry, maakt me ook niet. Uit. Aardig ventje. Anyway, hier gaat het om een Europese vrouw, dus dat, dat gaat daar niet over uh, racisme of zo. Hè? Maar zie ik nou verschillen tussen mensen uh, in, in gedrag tussen? Ze, zie ik verschil, aanmerkelijk verschil. Dat is eigenlijk het belangrijkste verschil. Mensen die zich misdragen en mensen die proberen dat niet te doen. Los van het feit of dat die laatste groep lukt, maar als iemand probeert zich niet te misdragen. Daar vind ik al heel wat. Ik pak even een truitje erbij. Het wordt toch wat frisser hè, de laatste tijd. Het Nederlandse gezeur over het weer altijd. Nou, en dan kijk je naar die rassen. En dan zie je verschillen. Zonder meer. Maar jullie toch ook? Dat ziet toch iedereen? Wat is dat nou? Neem die. Wat was het nou? Dat was in, in mijn gezin. Dat, die moeder van mijn kind. Dat is gewoon een Europese vrouw. Ja, die boem in. Ja, ik ga dan om, ging dan om met. Ja, ja, voornamelijk Europese vrouwen. Waar ik mee in bed heb gelegen. Erotische toestanden, relaties. Dat was hartstikke leuk. Maar dat was allemaal Europese vrouwen. Nou, daar had ik beter mijn pik niet in kunnen houden. Dat kan ik je wel vertellen. Dus dat zegt verder al mij helemaal niks. Maar goed, ik had dus zo'n Europese vrouw en dat was de moeder van mijn kind. Die maakte niet schoon in huis, want dat was voor haar een teken van vrouwenonderdrukking. Van zie je wel, we zijn millennia lang onderdrukt en nu is het de tijd van de vrijheid en de vrouw hoeft in huis niks meer te doen, behalve parnoop te creëren en rotzooi te maken. En... Ja, je kent het wel. Jezus, man. Anyway, ik kreeg van haar, uh, bij de gratie van haar god, die meneer de duivel heet, kreeg ik toestemming om een werkster te regelen. En ik wist niet dat zij dat zou gaan gebruiken om dan vervolgens elke keer als de werkster geweest was, om dan ruzie te gaan maken. He, want dat doet de duivel graag. R ruzie, uh, uh, gooien met suffies, uh, schreeuwen terwijl dat kind ligt te slapen. En, uh, de duivel die. Ik krijg daar een, ja, een goed gevoel bij. Dus hij had zoiets van, regel jij maar een werkster, ik pak je wel terug. Ja, dit geloof je dus niet. Maar daar ga ik het verder niet over hebben. Dit gaat niet over de moeder van mijn kind. Maar, maar toen had ik dus een werkster gevonden Via een advertentie in de Albert de Gijn. En dat was een Turkse vrouw. De tweede, dacht ik. De tweede van drie zusters. De oudste heette Fatma. Zij heette Nooran. En die jongste die heette Shajia. En heel toevallig die jongste die had een kind in de klas bij mijn kind, de, de, haar zoontje van dus de zus van de. Want Nooran was de werkster, die, die kwam het meeste. Maar we hadden eigenlijk het contract met die drie zusters. Heel grappig. Als Nooran niet kon, dan kwam Fatma. En als Fatma niet kwam, dan kwam Shajia. Maar Shajia was ook doktersassistent niet fulltime, maar die had een diploma. Ja, dat zijn kei Turkse mensen, echt kei Turks. En dan nou, was ik een keer jarig en iedereen uitgenodigd en ook de werkster en zus, nou, en haar zus. Ik had tegen de werkster gezegd: nou, volgende week zaterdag vier ik mijn verjaardag. En jij mag komen. En uh, jij mag je man meenemen. En je zoon. En uh, nou, Shazia mag mee. En, en de man van Shazia Saddam, die mag mee. Semi. Kijk maar. Hè? Kom maar. Vanaf drie uur is de deur open. En dan mag iedereen komen. En jij ook. Wie je maar mee wil nemen. ik vind dat gezellig. Nou, er kwam dus die meute. Er zijn mijn vader die zijn of zo. Tegen mij, niet hardop hoor, maar zo tegen mij in het voorbijgaan. Ja, ik kan wel zien dat het Turken zijn. En toen dacht ik, pa, wat is dat nou weer van opmerking? Maar hij heeft wel gelijk. Ja, je kan zien dat het Turken zijn. Ze hebben een iets andere schedel. Ja. Dus, ja. Ik moet eerlijk toegeven, die opmerking van mijn vader toen: van nou, je kan wel zien dat er Turken zijn. Die. Ja, die ja, daar heb ik dus niet op gereageerd of zo, niet met hem ingehaakt. Of, ik vond eigenlijk helemaal geen leuke opmerking. En hij heeft gelijk. Ja, Turken zien er anders uit. Marokkanen ook. Marokkanen zien er weer anders uit dan Turken. natuurlijk een heel ander volk. Hoor. Ik weet nog dat ik een keer met een Marokkaan aan het praten was en dat ik uh, dat ik prijzend sprak over de Marokkaans gemens. Want uh, ja, wel beschouwd... Hè, wij Nederlanders wij zijn de noordwesterlingen van Europa en wij bevolken de Delta van Europa. Ja? Nederland. Dus, je hebt dus de Schelde, die loopt dus dan door België. En dan heb je de Eems, en die loopt door Duitsland. En daartussen heb je ja, de Rijn, de Maas, de Waal, de IJssel. Datzelfde verhaal heb je ook in Egypte. In Egypte heb je dat ook, in Afrika. Heb je ook een delta, en daar is het Egypte. Maar in Afrika ligt die delta rechtsbovenin. En in Europa ligt die delta linksbovenin. Maar dan nog steeds, zowel Marokko als Nederland ligt linksbovenin het continent. En dan kan je op je kop gaan staan. En ik zeg je dat de locatie van een land invloed heeft op de. Gemoedsrust. De geestesgesteldheid. van de mens die daar verblijft. En neem een land als uh, Suriname. Hè? Uh, of, of neem een eilandengroep zoals de Antillen of zo. Als je daar niet te maf doet. dan kan je daar uh, heerlijk rustig leven. Maar dat moet je niet te gek doen. Als je op de Antillen leeft, het is, momenteel is dan de Antillen helemaal opgefokt met de toeristenindustrie. En dan gaan we allemaal toet-toet met auto's. En, eh, dan wordt het een ander verhaal. Maar als je je daar een beetje gedraagt als mens. Eh, dan ga je s morgens, eh, elke dag ga je s morgens even vissen. En dan vang je even vissen voor het avondeten. En de moeder, de vrouw, die loopt het bos in en die haalt wat eten voor het avondeten. En ja, de hele dag kalm aan doen. En dan s'avonds, uh, dan gaan we avondeten. En de volgende dag uh, gaan de mannen gaan s morgens weer even vissen. En die vrouwen, die gaan weer even. Ja. Er zijn gebieden in Afrika, daar kan je twee keer per jaar, kan je daar oogsten. Als je daar niet te maf doet. Dan moet je geen grote dingen willen. Dan moet je geen flatgebouwen willen van 30 verdiepingen. die in elkaar kunnen storten met vliegtuigen en zo. Ja. Maar dan kan je prima leven. Zonder dat je aan cultuurtechniek hoeft te doen. Zo heet dat: het cultiveren van land. Dat, dat hoef je daar niet echt te doen. Het land van zichzelf is al heel erg. Nou, groen, groeiend en... Hè? Nou, zo'n gebied dat nodigt uit tot... Ja, de... Hoe noemen we dat? De manjana-mentaliteit. Nou, wat vandaag niet uh, komt, nou, dat komt morgen wel, hoor. Manjana. Nou, neem je een gebied als Finland... Waar het uh, eens per jaar uh, is het dag en de rest van het jaar is het nacht. Om het maar even scherp te stellen. Als je daar een manjana-mentaliteit hebt, ja, overleef je de winter niet. En daar is het gedurende dat de, zons, de tijd dat de zon schijnt, dus van april tot en met oktober of zo. Dan moet er uh, keihard aangepouwd worden. En dan een enorme houtvoorraad aanleggen voor de winter. En dan komen die pakken sneeuw uit de hemel denderen. En ja, dan is het in je, in je kotjes zitten en al dat hout opstoken. En dan verga je van de kou, man. Niks manjana manjana daar. Hè? Dus dat geeft een heel andere mentaliteit. Nou, en zo ook. Het noordwestelijk gebied van een continent. Het westelijke gebied, de westelijke mens, dat is de, het heet wel de occidentale mens. Waarbij de orientale mens, dat is de oosterse mens. Dat is de Oriënt is oosterse, en de Occident of zo, Oxis of zo, is dan we het westen. Je, kan, je zou kunnen zeggen, de westerse mens die is de zon achterna gelopen... net zolang tot hij niet meer verder kon lopen omdat hij tegen de oceaan aankwam. En dan kon hij de zon niet meer achterna en toen bleef hij maar hangen in het westen. Terwijl de oosterse mens, die ziet de zon ondergaan in het westen... die denkt, nou, dat moet de zon zelf weten. En die blijft rustig in het oosten zitten. Snap je? Dat zijn maar hele kleine dingetjes natuurlijk, maar... Over de millennia heen levert dat een cultuur op. En dat geldt dus ook voor de noordelijke mens, hè, die, die die strijd met die elementen wel aan wil. En dan dat gecombineerd met de westerse mens, die de zon achterna jaagt en die als het ware wil dat de dagen alsmaar langer duren. Nou, dat levert dan in een gebied een bepaalde volksgeest op. Dus als je Europa voorstelt als een vierkant. en Afrika ook als een vierkant. en dan alle landen in Europa en alle landen in Afrika. die geef je dus een vierkantje binnen het grote vierkant. ja, dan hebben Marokko en Nederland hetzelfde vierkantje. Snap je? Gewoon oh, een lang verhaal, maar hè? een goede intro. En die Marokkaanse jongen die zat echt zo. Oh ja, ja nou. Uh, ja, dat vind ik wel. Ja, ben ik wel met jou. Dus, uh, die vond het hartstikke leuk. Hè? Dat ik positief sprak over Marokkanen. Nou, dat is een leuk gesprek. En toen zei ik erachteraan. Ja, zeg ik. En dan moet ik zeggen. Turken. Dat, dat, dat vind ik ook leuk volk. En toen werd die Marokkaan met boos, jongen. Nee, hey, ik moet niet beginnen over Turken. Dat vond hij toch een stelletje tuig? <laughs> ja, ja. En dan zeggen ze, nee P, dat kan niet. Want racisme komt volgens de negers alleen maar voor onder blanken. Dat is waar, hè? In Amerika is wat dat gezegd, hè? Zeggen mensen dat rustig voor de microfoon op tv. En racisme, dat is iets dat komt alleen maar voor onder blanken. Oh, 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 wat kan je toch lachen met die rassen hoor. Dat is het dus helemaal niet waar. Ik heb een vriend, en dat is een mannelijke. Halfbloed, moet ik zeggen. Zijn vader is. Kijk hoor. Nee, ben... nee, hij is halfbloed. Dat weet ik. Hij is halfbloed. Maar wel helemaal into de Molukse dinges. In die zin is hij volbloed Moluks. Maar hij heeft iets van Europees bloed in zich. Dat kan bijna niet anders. Anyway, die zei dus tegen mij... Van ja, het is ons een raadsel waar jullie vandaan komen. Jullie zijn onnatuurlijk. En met jullie bedoelde Charlie... Hij heet geen Charlie, maar ik noem hem even Charlie. Iedereen noemt hem Charlie, maar hij heet geen Charlie. En uh, Charlie zei tegen mij, met jullie bedoelde Charlie... Uh, de Blanke. Blanda's noemen ze dat daar. De Blanda's. Waar jullie vandaan komen, zei hij. Echt een hele grote Frans hoor. Daar zijn ze daar in Molukkien nog niet over uit. Waar komen die Blanda's toch vandaan? Dat is onnatuurlijk volk. Rare lui. In die zin hoe we eruit zien. Uh, want. Kijk voor. Voor een molukker. Uh, ieder mens heeft ogen. En die ogen die zijn bruin. En ieder mens heeft haren. En die haren die zijn zwart. Of donkerbruin. Huh? En je huid. Ja, die hoeft niet gitzwart te zijn. Oh, dat vinden ze dan ook niet uh, helemaal je dat, hè? Als je een hele zwarte huid hebt, ja, dan, uh, nou, dan ben je een neger en oude. Uh, uh, dat moet dan ook weer niet. Maar dat je dus iets hebt als blanke, met groene ogen, bruine ogen, zwarte ogen, blauwe ogen, grijze ogen. En dan nog ogen zoals ik. Het uh, grijs-blauw-groen of zo. Het ligt er een beetje aan hoe het licht erin valt. En dan denk je: oh, Perrie, blauwe ogen. Nou, heb ik helemaal niet. Ik heb grijs-groen. Staat in mijn paspoort. En onze haarkleur hè, van de blanke. Ah, dat varieert ook. Blond, Asblond. blond platina-blond. En dan heb je nog van het rossig-blond, donker-blond, dan heb je meerdere soorten bruin en ook nog zwart. Ja, ga er maar aan staan. Waar, waar komt dat vandaan? Ja, en Charlie had zoiets van, ja, uh, hij heeft er niks tegen Nederlanders, hoor. Dat, dat is echt niet zo. Het is wel zo dat uh, de Nederlandse regering heeft zijn volk bezodemieterd. Ja, dat ben ik met Charlie eens. En, en tussen Charlie en mij is er ook verder helemaal geen probleem. Want de, ja, mijn volk is ook bezodemieterd door onze regering. Dus we kunnen elkaar de hand schudden. Wij zijn in 1945 helemaal niet bevrijd door de geallieerden. In 1945 is de overname van Nederland nog een keer benadrukt. Ik heb het nou niet over de geschiedenis van Nederland, maar... Ja. Maar ik snap heel goed dat hij... Uh, ja, niet te spreken is over de wijze waarop zijn volk, de Molukkers. En veel Molukkers komen van het eiland Ambon. En, en dat heette dan ook wel de Ambonese. Dus binnen de Molukkers zelf heb je de Ambonese. En die komen van Ambon, dat is een eiland. Van een eilandengroep. En je hebt mensen van het eiland Kei. Dus ja... En die zijn in principe, zijn molukkers. Oh. Er, er is een wet bijvoorbeeld. Je hebt dus het stelsel van wetten bij de molukkers. Als je er meer van wil weten, ik heb Charlie geïnterviewd, jaren terug. En het staat op mijn website www.perry7.nl Moet je even graven. Maar wie zoekt zal vinden. En daar zat Charlie op over de Molukse wet Adat. ADAT. Anton, Dirk, Anton, Theodor. En dan vertelt hij daar meer over, over de ADAT. De ADAT is een wetstelsel. En een van de wetten is dat er niet gewipperd wordt. Geen seks wordt gedaan. tussen mensen van de eigen stam, clan, dorp. En het gaat zover dat als op één eiland zeg maar. Twee dorpen zijn en jij bent geboren in dorp A, dan mag je niet wipperen met een meisje uit dorp A. Je mag alleen maar wipperen met een meisje uit dorp B. Dus ter bestrijding van de incest. En als er een oorlog komt met dorp B, dan wint of dorp A of dorp B. Anders is de oorlog niet voorbij. Dus. <laughs> dan is er een winnaar. En dan worden dorp A en dorp B verenigd tot één dorp. En dat heet dan vanaf dat moment het dorp AB of zo. En dat betekent dat niemand meer van dorp A. die, die mocht toch al niet wipperen met mensen van dorp A. Maar die mag dan ook niet meer wipperen met mensen van dorp B. Want dorp B is ons dorp geworden, als A gewonnen heeft. Dan is B ingeleid bij A. En ja, dan mag je geen seks meer hebben met uh, mensen van het ingenomen dorp. Cool, hè? Gaat heel ver, die jongens. Ik heb daar respect voor. En waarom doen wij dan zo moeilijk over racisme? Ik begrijp die opmerking van Charlie, van nou, bij ons vragen wij ons af waar jullie vandaan komen. Zijn jullie geschapen door de duivel of zo? Zoiets <laughs> ze zegt hè. Jullie zijn bittere beren onnatuurlijk man, dat slaat helemaal nergens op. Wat voor kleur haar hebben jullie nou eigenlijk? Ja, bijvoorbeeld. Wat voor kleur ogen hebben jullie nou? Je weet het nooit bij jullie. Zijn jullie wel normaal, ja? Zo, zo sprak hij daarover. maar Dat maakt mij er helemaal geen onderuit. Wat maakt dat nou uit? Ik voel me toch niet aangesproken of zo? Het gaat toch niet om mij? Uh, Charlie doet tegen mij toch fatsoenlijk? Ik heb Charlie nog een keer aangeboden. Oh, Gelach, jongen. Ik ken hem uit de kroeg. Hè? Ja, geintje maken, wietje roken, biertje drinken, je kent het wel. En ik zei tegen hem van uh, Charlie, wij gaan die treinkaping overnieuw doen. Te alle respect hoor, met hoe jullie, ik weet niet of jullie dat verhaal weten, maar die bollukkers die hebben een trein gekaapt tussen Groningen en uh, Zwolle. Stond hij ook weer stil bij Wijster of zo, ergens in Drenthe Drinen. Ja, dan moet je veel beter aanpakken, man. En het is natuurlijk makkelijk achteraf te zeggen. <laughs> dit is even satirisch. Hè? Maar het is makkelijk achteraf lullen, natuurlijk. Maar achteraf kan je zien: van ja, ze hebben het helemaal fout aangepakt. Dit hadden ze veel beter moeten doen. En rekening houden met. Uh, ja, met je tegenstander. En dit was te. Nou, ik ga het een andere keer. Ik ga er wel nog als ik er echt zin in heb. Een ontzettend leuke bui hebt. Dan zal ik nog een keer gaan vertellen. hoe je de treinkaping uh, goed doet. Hoe je dat zelfs. 21ste eeuwse. Uh, met Hollands intellect. Uh, even. hoppakee. Uh, Eat this mofo. En Charlie lachen. Maar ergens. Uh, tussen mij en Charlie. Uh, 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 Charlie is trots op zijn afkomst. En de Adat, dat is iets waar hij heilig in gelooft. En ja, ik heb mijn afkomst en ik heb mijn wetten, zeg maar, waar ik heilig in geloof. En Charlie heeft ook tegen mij gezegd: van ja, waar jij in gelooft, ja, daar geloof ik niet in. Ik bedoel, dat is typisch jouw cultuur en dat snap ik wel, maar dat is jouw cultuur en de mijne niet. Ik heb ook helemaal geen behoefte om jouw cultuur over te nemen. Ja, dat hoor je goed. En uh, is dat erg? Nee, waarom? Wat erg is, is dat de Nederlandse overheid, die heeft die mollukkers uh, ja, met, met de voeten gespeeld van die Molukkers. Oftewel besodemieterd. Dat is erg. Nee, in het kort kwam erop neer dat wij hebben die Molukkers ooit uh, betaald. We hebben, we hebben ze tot soldaat gemaakt. We hebben ze soldij gegeven. En ze hebben voor onze uh, moordpartijen uitgevoerd. Nou, dan kun je ook zeggen dat hadden die Molukkers niet moeten doen, maar... Nou goed, dat is gebeurd. En in hun... Ja, het is, het is een strijdersvolk, Dus ja, die geloven in strijd en... Nou, ik, ik, ik wil het niet goed praten, maar zo is het één keer. Ja, en ze hebben dus lopen strijden voor de Nederlanders. En toen zijn die Nederlanders van strategie veranderd. En trokken ze zich terug uit Indonesië. Maar niet heus. Maar het werd op een andere manier voortgezet of zoiets, weet ik veel. Nee, nee wacht even in nee, Indonesië. Ik weet er trouwens niet zo heel veel van, maar Indonesië, daar is toch wat mee. Want die MH17, die ramp hè? met dat vliegtuig, dat was niet het enige vliegtuig wat uh, naar beneden ging in die tijd. Dat was de MH17 en dan was er nog eentje en dan was er nog eentje. Drie vliegtuigen, vlak achter elkaar. Er was iets met Indonesië. Indonesië is nog steeds een beetje uh, niet helemaal aan de lijband van uh, de grote poppenspeler. Ja, yes, so be it. Anyway, die Molukkers, die Nederlanders, die gingen dus terug. En toen hebben ze een aantal Molukkers meegenomen. Want anders zouden die mensen afgeslacht worden door die Indonesiërs. En die Molukkers hadden er helemaal geen zin in. Maar ja, het was of dat of afgeslacht worden. En de deal die gemaakt was, was dat die Nederlanders hadden gezegd... van nou, je gaat nu voorlopig met ons mee... En dan wachten we even tot uh, de rust is wedergekeerd. En dan gaan jullie terug. Ja? En dan krijgen jullie uh, die staat die heet RMS. Vraag me niet om mijn Molukse, het is een beetje roestig de laatste tijd. Maar hun zouden dan de vrije Molukse Republikeinse vrijstaat krijgen. Ze zouden hun eigen staat krijgen in, in de Molukken. Ah, dat is nooit gebeurd. Dat is heel erg lelijk wat de overheid heeft gedaan. En dan hoorde ik ook laatst, wel een paar jaar terug hoor. Er is ergens in Drenthe, ik dacht ergens in de buurt van Assen. Daar is een woonwijk en daar wonen heel veel Molukse mensen. En er is ook toen afgesproken dat dat zeg maar het kleine Molukkie van Drenthe zou worden. En er zouden alleen maar Molukse mensen gaan wonen. Nou, dat was geen enkel probleem. En dat wilde die Molukkers wilden dat graag. En nou, de, de gemeente Assen, als het Assen was, hoor, die vonden het ook geen enkel probleem. Ja, die Molukkers moeten er ergens wonen. En Molukkers, laten we eerlijk zijn, die zijn uitstekend geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. En die spreken accentloos Nederlands. Uh, werken hard, uh, ja, er zijn gezonde mensen, een hele mooie vrouwen, uh, ja, noem maar op. Hè. En ook is het zo dat die Molukkers, die zijn en masse... Uh, oftewel protestant geworden, oftewel katholiek, maar ze zijn allemaal hebben ze zich of allemaal hele grote delen hebben zich aangesloten bij een kerk. Ja, dat scheelt ook, hè? <tie> In de, in de integratie. En van mij hoef je niet bij een kerk. Maar het viel me even nou ik het over te hebben. Dit wil ik toch even kwijt. Ik was dus gestopt met suipen. En toen dus wil ik mijn huis schoon gaan maken. En ik heb een afspraak gemaakt toen met de gemeente. voor uh, een uitkeringstraject. En via de gemeente ben ik dan aan deze mooie baan gekomen. als uh, zuiveraar, cleaner. in de gehandicaptenzorg. Mede, moet ik zeggen, ja, mede. Het hielp wel. Het initiatief was bij mij uiteindelijk. Dat, dat wel. Maar anyway, die vrouw van de gemeente die mij hielp met uh, dingen, solliciteren. Die vroeg nog aan mij: Ben je bij een kerk? Want anders is de geëigende plek om een baan te vinden, om dat te doen via je kerk. Tja. Ik zei: nee, ik kom niet bij een kerk. Oh, zei ze, ja, dat is jammer. Dat <laughs> een jong meisje. Ja, niet een jong meisje, een jonge vrouw, 26 of zo. En die wist dat. Sociale verbanden. Nou, die Molukkers zijn massaal bij kerken gegaan, zowel protestant als katholiek. Anyway, de uh, burgemeester van Assel of burgemeester en wethouders, die vonden het best. Dus een of andere wijk, dat was Klein Molukkier geworden. En er was een deal en er kwamen gewoon alleen maar Molukkers te wonen. Of Molukkers, die mochten daar bij voorkeur dingen naartoe, maar ja, nu komt die, die hele meuk uit de Soudaan en Eritrea en Ethiopië en Bulgarije. En... Zeg het maar. Je kan niet een buitenlands land verzinnen. Er komen wel mensen vandaan die hier komen, zich hier komen vestigen. Ja, ook in die wijk daar in Assen. Die Molukkers die zijn heel boos geworden. Die zijn aan de gemeente toegestapt en gezegd, dit is de afspraak niet. Zou, uh, die wijk van ons, daar zouden alleen Molukkers wonen. En wat zit er nu? Huh? Er zit een familie uit Turkije, er zit een familie uit Marokko... er zit een familie uit Tunesië en een familie uit Libië. En die willen we helemaal niet. Is dat erg, dat die Molukkers dat vinden? Nee. Waarom? Laat die mensen. Ja, dat vind ik... En dan spreek ik vanuit mijn persoonlijke perspectief. Oh. Ja, maar Piggy, dat betekent dat jij dus ook alleen maar tussen Nederlanders wil wonen. Dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg, als die molukkers graag tussen molukkers willen wonen, laat die molukkers tussen molukkers wonen. Als er Nederlanders zijn die graag tussen Nederlanders willen wonen, dan laat dat dan zo zijn. En mij maakt geen donder uit. Toen in mijn portiek helemaal onderin, daar woont een man en die heeft een Hongaarse vrouw. Nou, interesseert me helemaal niks. Daarnaast woont iemand, en dat is mijn voormalige bovenbuf. En ik ben hartstikke blij dat ze beneden woont, want ze laat God de godganse tijd van alles uit haar handen flikkeren. En dan schrik ik me helemaal kapot. Schrok ik me helemaal kapot. Maar nu zit ze gelukkig helemaal onderin, dus als ze daar weer wat uit haar handen laat flikkeren, dat heeft niemand er last van. Ja, mooi zo, nou die is Europees. Nou, en aan die laag daarboven, daar wonen ook Europeanen. Spreken allemaal keurig Nederlands. Nou, dan komt mijn laag. Nou, naast mij woont een Europeaan, maar die komt niet uit Nederland. Dat is een Bulgaar of zo. Nou, een vriendelijke jongen, heel bedeesd. Boven mij woont iemand en die ziet eruit als een lesbienne. Maar ja, dat weet je ook niet of die lesbisch is. Maar nou, zo ziet ze eruit. Nou, die, heb ik, uh, die is Europees. En daarnaast woont iemand... en dat is, dat is een halfbloed. Indonesisch. Zo. En die is Jehovah's getuige. Dat weet ik. En wat maakt mij uit? Ik heb... Het maakt mij gewoon niet uit. Punt. Ik hoef niet per se tussen mijn landgenoten te wonen... Nee. Maar mensen die dat wel graag willen... ja, ik vind dat dat moet kunnen. Dat je mensen niet moet verplichten... dat ze met Jan en alle mannen een buurt gaan delen. Als ze dat niet willen, moet je het ook niet opleggen. En die mensen die dan zeggen van... wij willen alleen maar hier wonen met Molukkers... ja, dat, dat is puur racistisch... Nou, en ik heb daar geen enkele moeite mee, hoor. Waar ik moeite mee heb, zijn mensen die mij uitmaken voor alles wat maar uh, verschrikkelijk is. Want mijn voorvaderen hebben de slavernij uitgevonden. En hun, uh, die zijn er, hè. D een beetje de blanke, de schuldgever van de slavernij. Ja, 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 ja. Waarom heet Joegoslavië Joegoslaaf? Wie je omdat ze daar slaven vandaan haalden. En waren dat negers? Nee, man. Sukkel. Dat waren Europeanen. Weet je waar het woord redneck vandaan komt? Dat waren blanke slaven. Die stonden voorovergebogen op de plantages. En, en die nek. Die, die was dan helemaal verbrand van de zon. Redneck. Slavernij staat zelfs in de Bijbel. Wel, nou, zie je wel, de Bijbel is een racistisch boek. Nee, man. Slavernij is, uh, is uh, wat in de Bijbel staat: als iemand zijn schulden niet kan betalen, dan is het niet zo dat hij dan gelijk een jubileum krijgt. Jubileum, jubileum, jubileum. Als je je schuld niet kan betalen, oh, dan word je schuld kwijtgescholden. Nee. Als jij je schuld niet kan betalen, dan ga je maar werken. Voor niks. Wat is dat nou? Je hebt toch die schuld veroorzaakt? Ik bedoel, wie heeft die poen opgemaakt? Jij toch? Nou dan? Dan moet jij gaan werken. Dus als jij een schuld hebt van hier tot Tokio die jij niet kan afbetalen, ja, nou, dan, worden, dan is die, die schuldijzer. Dat is jouw eigenaar. Ja, punt. Dan ben jij de slaaf van die schuldeiser. Punt. Klaar. Hoe, waarom denk je dat ik dat baantje heb aangenomen als uh, schoonmaker? Omdat ik ook wel snap dat meneer uh, de belastingdienst. Uh, dat is een heel uh, verhaal, zoals we het niet over hebben. Maar ik, bedoel, ik, heb, geen persoonlijke, uh, ik heb geen privépersonen of bedrijven of wat dan ook benadeeld. Maar meneer de Belastingdienst, die, nou, die denkt, ja, die, nou ja, goed. Als dus ik ben als een sodemieter, ben ik aan het werk gegaan. Dat als die Belastingdienst straks komt, dan kan ze zeggen, ja, ik, ik, ik ben schoonmaker in... Uh, hè. Ja, ik voel erbij ook wel hangen. Anders worden ze echt heel vervelend, dan krijg ik gevangenisstraf en dat wil ik niet. Hè. Nou, zie je wel, Peri, dus dat uh, edele werk van jou, dat valt wel mee. <laughs> dat doe je alleen maar om niet in de gevangenis te belanden. Nou, nou dat, dat zie je dan helemaal correct. <laughs> nee, en ik vind het leuk werk, echt waar. Ik heb, ik heb het echt naar mijn zin. Ik heb gisteren ontzettend leuk gewerkt. Echt, Het was bij kans gezellig. We zaten koffie te drinken. Het, de, ja, het ligt er een beetje aan waar je dan werkt. Hè? Of de, hoe gezellig het is. Want je hebt ook van die... Nou, dan is het niet zo gezellig. Dan nemen ze het werk allemaal heel serieus. En maar het merendeel, dat is ongelooflijk relaxed, hoor. De mensen werken wel. Nou, niet van. Ze werken overal even hard, moet ik zeggen. Maar je kan ook hard werken en kalm aan doen, hè? we zaten koffie te drinken, twee mensen van de begeleiding en ah, ik mocht er ook bij komen zitten. Nee, drie mensen van de begeleiding, want er was er eentje binnengekomen en die, was een, ja, die stond op punten weg te gaan. Die zat nog even koffie te drinken en dan... Ah, gezellig man. En ik had zoiets van, ja het is allemaal best, maar ik wil wel, even uh, dit en dat wil ik wel schoon hebben, maar dat minimaal, voordat ik ga eten koken ik weet niet wat het is dat een arbeidsmoraal of zo, maar het is ook dat ik het prettig vind om iets schoon te maken. dat, dat doet mij goed. daar krijg ik een lekker gevoel van. en toiletten bijvoorbeeld, dat doe ik dan elke dag. en dan, natuurlijk doe ik de toiletten ook als ze niet vies zijn. maar liever maak ik een toilet schoon dat vies is. gek is dat, hè? maar dat vind ik toch fijner. dan denk ik van die geertje wat een vies toilet zeg? En dan ga ik even lekker tekeer, man. En dan ben ik zo helemaal klaar en dan draai ik me om. En dan zie ik zo'n heel schoon toilet. Ja. Dan denk ik, ja, yeah, dat was ik. Dan doe ik het licht uit en denk ik, die is klaar. Klomp, de volgende. Ah, zoiets. Ik heb er ook een lekker gevoel van. Ja, en dan sta ik als eerste op. En de rest blijft nog even lekker klessen, Ja. Kortom, ik heb leuk werk, dus daar doe ik het ook voor. Voor de collega's. Maar als jij een schuld hebt, en in dit geval heb ik een schuld bij de belastingdienst, ga daar maar vanuit. Die denken nou dat ze het mager maar dat is allemaal techniek. Ga ik ga jullie niet meer lastigvallen, dat komt vanzelf goed. Maar als je bij iemand een schuld hebt, dan ben je in principe zijn slaaf. Punt. Zo so is dat. En een andere waarop je slaaf kan zijn. is als een volk een oorlog begint. tegen een ander volk. en het verliest die oorlog. Um, ik weet niet of dat precies in de Bijbel staat. want in de Bijbel staat ook. dat in het geval van oorlog. dat je geen oorlogsbuit. Um, Waaronder menselijke haven, slaven dus, dat je die niet uh, meeneemt van de strijd. Want je hebt je iedereen afslacht. Dus het Oude Testament dan. Maar dat is Mijn Moris. Mijn Moris is het Oude Testament met de vervulling van het Nieuwe Testament. Maar het Oude Testament is het uitgangspunt: de wet en de profeten. Ja. De slavernij, ja joh, dat zat al in de Bijbel. En in Griekenland was het ook heel gebruikelijk. De, de, de Griekse, Griekenland wordt wel gezien als de bakenmat van de democratie. Ja, voor de 1% of zo. 2, 3, 4%. Dat was de demos. Het demos is Grieks voor volk. Dat was het volk. Die mochten stemmen. Ja, die. Dat was een paar procent. En de rest van de bevolking. Noem het maar de, de inwoners. Van Athene en Sparta. En, die hadden geen reet te vertellen, man. Dat waren slaven. Dus, uh, Griekenland, de bakermat van de democratie. Ja, lees je geschiedenisboek nog een keer, zou ik zeggen. Ja, slavernij, dat is over de hele wereld was dat. En slavernij is nog steeds. Door waarom moeten. Neem mijn volle nicht. Sanne, een mooie naam is dat. Hè? Dat is mijn volle nicht. En die heeft een man. En dat is een chageraar. En die doet iets met uh, uh, oud ijzer, maar dan computers. Dus een, echt een 21ste eeuwse chageraar. Een <laughs> hele aardige vent. Hoe die nou de boel bij elkaar. Uh, dat gaat allemaal met mobieltjes en zo. En elkaar bellen. En dat is weer een dealtje hier en een dieltje daar. En uh, die chaggeren zicht hoor. het dat is een Jiddisch. Een chagraar. Maar die werkt de hele dag. En Sanne moet ook werken. Ook nog een keer. En dan hebben ze een of ander. Ja, dit is wel een leuke woning. En dat hebben ze hartstikke leuk ingericht. En er is echt helemaal niks mis mee. Maar. Maar ik denk dat ik ik denk dat ik ruimer woon hoor ja zij wonen dan wel in Amsterdam dus, ja. ja die man moet wel voor zijn werk in Amsterdam wonen want hij moet de, de tijd naar die bedrijven toe maar anyway Sanne moet ook werken dan vindt ze dat niet erg en de kinderen die oudsten, vinden het hartstikke leuk op de buitenschoolse opvang maar het is natuurlijk niet hoe het hoort hè? Het hoort zo te zijn dat die vent van haar, ook al is het een haar, dat hij voldoende overhoudt aan zijn handel, dat hij daar een, een gezin met twee kinderen van on kan onderhouden. Zeker als je een vrouw hebt zoals Sanne, die heel. Ja, dat is geen big spender of zo. Dat is allemaal bijzonder relaxed hoor. Maar dat kan dus niet. Nee, Sanne moet werken. En Sanne klaagt niet. En, uh, ze vinden het ook wel leuk. Maar dat klopt iets niet. Hè? Er wordt veel te hard gewerkt in Nederland. Hè? Dat is een teken van slavernij. En waar werken wij nou zo hard voor om een JSF te betalen? Een JSF, een Joint Strike Fighter, dat, dat vliegtuig, die F-35. En een ding wat we helemaal niet nodig hebben. En dat kost een geld, jongen. En dan betalen we ook nog uh, miljarden per jaar naar de Europese Unie. Dus ja, dat, uh, wij maar werken en werken en werken. En aan de andere kant, Den Haag, die smijt het geld over de bank. Balk, sorry. Ja, de slavernijen. Alleen niemand heeft het in de gaten. Wij zijn net zo goed slachtoffer van slavernij als welke ras dan ook. Het enige wat ons onderscheidt op het gebied van slavernij van andere rassen, is dat wij het officieel hebben afgeschaft in de hoop dat het dan voorbij zou zijn. Nou, dat was een beetje dom. Om het maar even met de woorden van prinses Maxima te zeggen. Hij is een beetje dom. En over Willem-Alexander, dat hij een beetje dom is. Nee, dat wil je graag horen als volk. Dat je koning een beetje dom is. Met een vrouw die geen Nederlands kan. Nou, dat is ook niet waar. Een beetje dom, dat klonk een beetje raar. En <laughs> dat zeg je toch niet? <laughs> Oh, 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 dat hebben wij dan weer. Maar wij hebben het afgeschaft, die slavernij. Punt. Te beginnen in Amerika. En die slaven in Amerika, die hebben wij gekocht van met name de Arabieren. En de Arabieren, die hebben die slaven gekocht van de Negroïden. De zwarte bevolking van Afrika. Zo zat de handel in elkaar. De Arabieren trokken Donker Afrika in. Die haalden al die mannetjes en vrouwtjes. Die werden gekocht van de negers. En vervolgens verkochten die Arabieren die menselijke haven met een marge aan blanken. Waaronder uh, Nederlanders, waaronder heel veel Joodse mensen, by the way. Uh, dus in Amerika waren er uh, slavenmarkten en die waren gesloten op de zaterdag, op de Sabbadeo, op de Sabbat. Ja, dat was niet omdat die slavendrijvers katholiek waren. Nee, omdat ze uh, Joods waren natuurlijk. Dus om de slavernij in de schoenen te schuiven van de blanken, dat slaat nergens op. Wij waren zelf en wij zijn zelf slachtoffer van slavernij. Slavernij is van alle tijden. Slavernij is zelfs terecht in het geval van een schuld die jij niet af kan betalen. Of een ander onrecht wat jij anderen hebt aangedaan. En dan, ja, dan krijg je of de doodstraf of je mag werken tot je sterft. Wat wil je? Ja, denk er even over na. Dat is zo, uh, zo makkelijk is het niet om de blanken eventjes de schuld te geven... van al het kwaaien van deze aarde, inclusief racisme en slavernij. Dat is niet eerlijk. Zo zit de geschiedenis niet in elkaar. Snap je? En wij blanken... Ik ga afsluiten, hoor. Dus, uh, 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 maar wij blanken... Wij mogen net als Molukkers en Indo's en Suris en, en Mokro's... wij mogen trots zijn op wie we zijn. Wat is dat nou? Huis. Dat mag. Als jij een Nederlander bent, dan weet dan dat Nederland dat heeft... Was een, Nederland was een toevluchtsoord al in de 16e eeuw. Voor mensen zoals Spinoza... En René Descartes. En later uh, Iniyat Khan. Van de Soefi beweging En weer veel later voor uh, Jiddu Krishnamurti. Van de. ja uh, van de Krishnamurti-beweging. <laughs> Afgescheiden van de theosofen. En ook die man, uh, Maharishi Yogi. En uh, die meneer Bhagwan, die had in Nederland. Uh, Osho. Die Amerikaanse prediker, die had in Nederland heel wat van die communes. En dan kan je zeggen, ja, ik vind Osho helemaal niks. Ja, dat is allemaal best. Maar Nederland heeft dus wel toevlucht geboden aan hele prominente figuren op het gebied van spiritualiteit. Ja. En een van de grootste filosofen van Europa was een Nederlander. Niemand kent zijn naam, want... Onze kinderen wordt op school niet deze rijke geschiedenis van Nederland meer verteld. Maar Gerardus Heijmans was een Groninger. En die heeft het boek geschreven, Inleidingen in de Metafysica. En dat is een boek van heb ik jou daar. En op het gebied van de logica hebben wij een van de grootste logici van Europa en Amerika... Huh? Gebracht, te weten Lutze Brouwer met zijn intuitionistische logica. In, in, intuïtie dus, hè? logica op intuïtie, intuitionistische logica. Ja. Nou, nog mooi net binnen natuur uur zeg ik tegen jullie tjus en dag lieverds, welk ras jullie ook maar zijn.